Hallo, dit filmpje gaat over energieomzettingen. En ik ga eventjes beginnen met de reden waarom je die energieomzettingen überhaupt zal gaan gebruiken. Heel veel situaties die we in het verleden hebben besproken, die kunnen we eigenlijk vrij makkelijk beschrijven, omdat ze zo eenvoudig waren. Dus we hebben een motor die een kracht uitoefent op een auto. En dat is alles. Op dat moment hou je nog geen rekening met of die auto misschien wel niet op een helling staat of wat dan ook. Die ingewikkeldere bewegingen, die kunnen we heel goed beschrijven aan de hand van een ander model. Dus niet aan de hand van het klassieke model, maar aan de hand van een ander model. En daarvoor gaan we kijken naar de energieinhoud of naar de energieomzettingen die plaatsvinden tijdens bewegingen. Dus een hele nieuwe gedachtegang, maar je kunt er veel ingewikkeldere situaties mee beschrijven als in de oude situatie. Wat hebben we nodig? Nou, we hebben dingen nodig zoals hoogte-energie, kinetische energie en arbeid. Hierachter heb ik even een korte samenvatting over die formules. Tijdens de les heb ik al aangetoond dat een aantal van die formules eigenlijk direct af te leiden zijn van de tweede wet van Newton. Dus het is niet helemaal nieuw, maar de gedachtegang is wel iets nieuw. Oké, voorbeeld 1. Je ziet hier de XXL en dat is zo'n hele grote slinger die je misschien wel kent van de kermis. Is dit nou zo'n ingewikkeldere situatie waar ik het eerder over had? Dan moet ik er even over nadenken. Ik zie dat de snelheid de hele tijd verandert. Hij maakt deze beweging vanzelfsprekend. En misschien had ik een iets andere kleur moeten kiezen. Hij maakt deze draaiende beweging. En in eerste instantie zal de versnelling heel erg hoog zijn. Maar als hij hier beneden is, dan zal de versnelling veel kleiner zijn. Of misschien zelfs wel nader aan nul. Dus de snelheid verandert de hele tijd. Dus dingen zoals S is V keer T, die mogen we hier helemaal niet gebruiken. Want we hebben te maken met telkens een andere snelheid. Oké, andere aanpak. Misschien dat we iets met de wetten van Newton hier kunnen doen, zodat we een versnelling kunnen uitrekenen. Maar de versnelling die is niet constant. Dat hadden we eerder ook al geconstateerd. Dan zouden we dus op ieder punt hier zouden we een nieuwe versnelling moeten gaan uitrekenen. Oké, dit gaat niet werken. Dus we moeten het op een andere manier aanpakken. En ik zei het eerder ook al, dat gaat natuurlijk over die energieverhaal. Wat weten we over dit toestel? We weten hij heeft een hoogte van 40 meter. En die bak, en laten we eventjes aannemen dat we alleen over dit stuk hoeven te praten. Dus dat we even geen rekening hoeven te houden met die arm. Die massa van die bak is ongeveer 1500 kilogram. Kunnen we nu uitrekenen welke snelheid die bak hier beneden heeft? En de antwoord is vanzelfsprekend, ja, dat kan. Wat is nou het verhaal? Hierbovenaan hangt hij stil. En hieronderaan is hij 40 meter lager aangekomen. De energieomzetting hier is van hoogte energie naar bewegings- ofwel kinetische energie. En nu we dit weten, kunnen we hier dingen over gaan opschrijven. Wacht even, hij gaat dus van hoogte-energie naar beweging. In eerste instantie hangt hij helemaal stil. Dat betekent, de energie die erin is gestopt om hem op 40 meter hoogte te krijgen, 9,8 maal 40, dat is in dit geval, ik heb hier die 40 gekozen, maar dat is vanzelfsprekend een massa, dat is 1500. Voor de mensen die het. Die de formule eventjes zijn vergeten. Het is massa keer g keer de hoogte. Gaan we verder, gaan we hem uitrekenen. En daar komt een idiote hoeveelheid energie uit. En dat is 1500 keer 9,8 keer 40. En dat is 5,88 maal 10 tot de macht 5. 5,88 maal 10 tot de macht 5 joule aan energie is erin gestopt om dat ding zo hoog te krijgen. Als hij naar beneden valt, dan wordt die hoogte-energie wordt steeds kleiner en kleiner en kleiner. Waar gaat die hoogte-energie dan heen? Nou, die gaat in de kinetische energie zitten. De kinetische energie, de bewegingsenergie, de omzetting hier is dus van hoogte-energie naar bewegingsenergie. En hier zie je al de snelheid zitten, dat is ons einddoel. Goed. Oh jee. Dat was niet de bedoeling. Ga ik nu eens kijken of ik hem kan invullen. Die energie die hier dus is omgezet, 5,88 maal 10 tot de macht 5 joule, is gelijk aan een half maal 1500
maal v in het kwadraat. Dat betekent dus v in het kwadraat is 5,88 maal 10 tot de macht 5 gedeeld door een half keer 1500. En dat gaan we uitrekenen. 750 gedeeld door. En dat is 784. En niet vergeten nu de snelheid. En dat ga ik hier in een hoekje priegelen. En dat doe ik even in het rood. De snelheid is dus wortel 784. Oh jee, dat is een verkeerde knopje. Is 28 meter per seconde. Oké. Okay. De slimmerikken onder jullie hadden natuurlijk al gezien dat ik eerst ga vermenigvuldigen met 1800, met 1500 kilo en daarna ga delen met 1500 kilo. Dus we kunnen dit simpeler aanpakken, volgens mij. Die 1500 kilo is volgens mij helemaal niet zo relevant. Even kijken, wat was nou aan de hand? Hierbovenin heeft hij potentiële energie, zo heb ik het ooit geleerd. En in het boek noemen ze dat dus hoogte-energie. Die hoogte-energie wordt omgezet in bewegingsenergie hier onderaan. En dat is geen rechtlijnige beweging. De kracht op dat ding verandert ook de hele tijd en de versnelling verandert ook de hele tijd. Dus dit kunnen we niet klassiek aanpakken. Gelukkig weten we wel, we zetten hoogte-energie zetten we om in kinetische energie. Dus in bewegingsenergie. Als ik deze ga uitschrijven, dan staat er massa keer g keer de hoogte is dus de hoeveelheid hoogte-energie is dus gelijk aan de hoeveelheid kinetische energie. En dan zie je inderdaad aan twee kanten zie je daar de massa verschijnen. Ik kan hier nu delen door de massa. Dat is niet eerlijk, moet ik dat daar ook doen. En dan zien we meteen al dat die massa, die valt weg. Wat houden we dan over voor de mensen die het echt nog eens een keertje nu leuk vinden en hem helemaal uitgewerkt willen zien. G keer H is dus een half keer V kwadraat. En dat betekent V kwadraat is 2 keer G keer H. En V is wortel 2 keer G keer de hoogte. Even invullen, even kijken of het klopt, of het correspondeert met wat we hiervoor hebben gevonden. Dit is dus 2 keer 9,8 maal 40. En dan pakken we de rekenmachine erbij. 2 keer 9,8 keer 40. En daar gaan we de wortel van. En waarempel, dat is 28 meter per seconde. Ta-ta-ta-ta!